Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015. Mijn naam is Michael en vandaag gaan wij weer lekker verder in de single player. Ik heb die Iterium pack gebruikt. De vorige aflevering hadden we natuurlijk dit mooie rolding gekocht. En dat ding. Maar we hebben een trekker bij de biogas nodig, want we gaan vandaag weer een beetje silage rijden. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar, want ik moet meteen die kar meenemen. Dus we rijden er gewoon af, kijken of dat kan. Oh shit. Dikke schans. Ja, ik heb het gevonden dan. Ja, nee, maar we moeten deze grote kar even hebben. Vorige keer gingen we natuurlijk kouvoer ermee heen rijden. En we hebben nog steeds erin zitten. Wat zit erin? Tarwe. Oké. Nou, dat kan mooi in de silo. Misschien heb ik ooit toen de tijd gezegd van dat gaan we meteen verkopen. Nou, dat doet het blijkbaar niet. Het zou wel kunnen. Ik weet niet of het een high demand is. High demand, prijzen, deze. Alles is gelijk. Voor mij is het dorpsschaallift. Want we hebben tarwe. Dan hebben ze 6,14 bij de bakker. En de bakker zit daarbovenin. Maar we hebben nog eventueel het extra graan. Dus we gaan gewoon het zootje verkopen. En een zootje op boven komen. Ik heb nog 40.000 liter in. Ik weet niet, ik zal er niet in passen, denk ik. Natuurlijk past het wel. 40.000 is helemaal niks eigenlijk. Of juist wel heel veel. Ja, het is wel heel veel. Nee, dat gaat niet passen. Nee, dat past niet. Maar, we hebben natuurlijk wel een mooie lading nu. Dus dan gaan we naar de bakkerij. Gaan we echt flinke lading, 59.000 liter met graan. Dit is eigenlijk een van de weinige keren dat ik echt een volle kar graan heb. Ja, op de server, maar dat is anders. Dat is niet leuk. En ik rijd weer de verkeerde kant op, want ik weet de man nog steeds niet aan mijn hoofd. Of in het echt kan je ook gewoon overhoofd. Het is allemaal geen probleem. Dat kan gewoon. Deze map draait natuurlijk ook om het graan, zoals je hier kan zien. Dan zie je het tekentje graan. En ik moet mijn microfoon beter erbij zetten. Beter. Dat is nog steeds een of andere rare taal waarvan ik nog steeds niet weet wat het is. Zit er eigenlijk op deze kar? Nee, wel die, maar nee, niet zwaailampjes. Vind ik wel jammer. Even first person, altijd beter. En dan gaan wij naar de bakkerij. Waar we eigenlijk met de serie voor mij nog nooit echt heen geweest zijn. Dat ik me kan herinneren. Nee. Hoe komen we ineens aan meer geld? Oh ja, natuurlijk. Biogas is nog gewoon bezig. Ik ben ook echt zo slim op sommige momenten. Hè, dat dan, ja. Ja, dat is het gewoon. Kijk, zie je, je ziet bij biogas. Biogas liever. En dan silo 5. Is hij lekker bezig. Wat doet hij daar? De zooi leeggooien. En wat bedoel ik met zooi leeggooien? De silo leeg halen, erin gooien en dan heel veel money verdienen. Wat wij ook straks gaan doen. Met de kronen. Misschien wel niet deze aflevering. Maar wel sowieso een aflevering. Deze aflevering, ja, daar gaan we ook nog wel een stukje beginnen. Dan mogen jullie achterlaten of jullie het... snel, of dat jullie het versneld willen hebben. Geskipt willen hebben. Of gewoon... de oogst willen zien. Mogen jullie zelf weten. Ik eerlijk gezegd dat versnellen ook wel leuk is. Of erin knippen. Maar knippen, dat ben ik heel slecht in. Dat is niet mijn specialiteit. Ik kan niet zeggen van... ik film nu en dan en dan en dan. En dan weet ik waar ik het net over gehad heb. En dan is het één verhaal. Dat kan ik niet. Ik bijvoorbeeld... Ruben kan dat wel. En Dragowin kan dat. Maar dat kan ik niet. Misschien moet ik het mezelf dat trouwens wel aan gaan leren. Maar... ja, momenteel kan ik het even nog niet. Bakkerij is hier. Ja. Oké, dan deze bocht. Dan rijden we nu de bakkerij binnen. Dit is de bakkerij, dames en heren. En dat screenshot van deze map. Dit is de bakkerij. Dus dat moet ergens op dat weiland daar op genomen zijn, die foto. Hier, de rijplaatjes op.
En dan kiepen we de hele bak leeg bij de bakkerij. Dan kan hij lekker broodjes bakken. En ik vind altijd dat het mager oplevert. Graan levert echt zo mager op. Het maakt de game wel leuker. Zometeen in de multiplayer gaat het ook gebeuren. Maar bijvoorbeeld, we krijgen nu 36.000 euro voor deze hele bak vol. Terwijl je voor bij de biogas 10.000 per bak krijgt. Dus 3 bakken, nou 4 bakken. En dat is gelijk aan dit. 4 shovelbakken. Dat vind ik eigenlijk die combinatie niet echt goed. Hier al hebben we de houtzagerij. Ja. Ik weet niet, kan je hier trouwens ook dingen lozen? Nee, voor mij niet, maar je kan wel je... Er staat een vraagteken, die wil ik wel even bekijken. In ieder geval de houtzagerij. Hier halen ze het uit het water, volgens mij. Ja. Dan kun je stam in het water gooien en dan... Hout te verkopen kun je deze gewoon in Molenbeek leggen. Voor lange rechte boomstammen krijg je meer geld dan korte krommen. Dat wist ik eigenlijk nog niet eens. In ieder geval... Houtzagerij, gaat die doorheen. En dan krijg je mooie planken. Maar dat is niet bij Pakjan, dat is van de game zelf. Ik moet dat ook eens een keer doen. Van die gewoon, moeten we gaan sparen voor. Nou, we gaan niet puur bosbouw doen, maar we gaan even een kleine tijdelijk kijken van hoe zit de bosbouw nou. En geldt dat trouwens voor de hele Molenbeek, want dan kan je het overal in het water gooien en dan krijg je er gewoon geld voor. Dat denk ik dan niet. You never know, I don't know. Moeten we een keer testen. Ik heb dat nog nooit getest, dus. De koeien staan netjes braaf. Netjes braaf te grazen. Maar ik gooi er altijd alleen maar mengvoer in. Normaal kan je ook nog water erbij doen, maar dat gebruiken we gewoon niet echt. Stro zit er allemaal netjes in. De koeien zijn echt nu momenteel top tip top in orde bijgehouden. Dus we moeten binnenkort eventjes naar de biogas of naar de... weet het, naar de schapen gaan. Gewoon zo'n IT-runner ding daar neergooien. En dan kan je af en toe schapen voeren. Zo simpel is het. En dan gaan we misschien de vrachtwagen houden voor... Nee, dat doen we niet. In ieder geval, dan moet ik nog een extra onderstel voor de IT-runner. Want ja, we hebben geen car meer om dat te kunnen doen, volgens mij. Ja, wel. Nee, hebben we niet. We hebben geen andere car. De bossen zijn trouwens hiernaast. Daar ben ik ook nog nooit ingereden, om eerlijk te zijn. Maar het bosbouw moeten we ook eens een keer gaan doen op deze map. Ik denk dat het best wel geinig kan zijn. Daar gebruik ik wel altijd mods voor, dames en heren, voor de bosbouw. Want dat is anders gewoon minder leuk om te doen, om het zo maar te zeggen. Daarnaast heb ik deze map ook in de PlayStation gespeeld. En... daar kan je heel makkelijk veel geld verdienen door beehouses neer te zetten. Dus gewoon wespen bij je huisjes. Laat je hem gewoon offscreen aanstaan. Daar krijg je heel veel geld van. En van dat geld kan je weer meer bijhuisjes kopen. Dan gaat het dan sneller. Dat is een goeie. En eerst begon ik met multiplayer met een paar vrienden die ik erop heb. Gewoon met het maaien van al het gras hieromheen. We hebben de silo redelijk vol gegooid. Dat deden we daarnaast ook. Maar het is of allemaal biohouses of biogas. Dat is gewoon hetgene wat je moet gaan doen. Dat is het beste. Dan gaan we na een lange tijd deze oude dit beest weer starten. Wat is dit nou? Hallo? Ding. Oké. We konden alleen die drempel gebruiken of achteruit. Werkt dat wel? Oh god, dit ding is eigenlijk ook zo lomp, hè. Gelukkig hoef ik er zelf niet in te rijden. Dat wordt allemaal voor me gedaan. Kan die achteruit wel? Ja. Oh, nou kom ik er vooruit niet uit. Oké, dit is echt heel apart. Maar aan de ene kant kunnen we ook meteen met dat weiland gaan beginnen. Ontzettend veel knoppen, zoals jullie kunnen zien. Echt waar, echt heel veel knoppen. Maar het is eigenlijk heel simpel. X. X. En O. Als het goed is. X. X. Nee, jawel. Kijk. That's it.
zwaailampen staan er gewoon te veel op en de graphics zijn gewoon te lelijk. Maar dit ding werkt zo motherfucking efficiënt dat ik dit ding al moet hebben. Het is gewoon echt een pro ding. Oh god, gaat die autocombine gebruiken? 5. Autocombine. Die gewoon heen en weer. Geen rondjes. En dan is het goed. We kunnen trouwens ook gewoon de automatische. Gewoon de normale. Dat doe je. Even kijken. Hier. Nu heb je gewoon de normale. Ja. Zoals je ziet. Dit ding gaat echt extreem snel vol. Kaf. Nu op 5% alweer. Terwijl die nog zo'n klein stukje gereden heb. Dus dat is gewoon. Ja, dit is gewoon een beetje gek eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon een beetje gek. Nu gaan we weer de Highwork even aanzetten. Dan gaat die ook weer lekker verder. Want ja, dat hier hoeven we eigenlijk heel af en toe maar even te kijken. Deze IT-runner momenteel hebben we niet echt nodig. Dan kunnen we daar wat anders mee doen. Dan leg nog hooi of stro. Dan gaan we stro nog even ophalen. Zodra de kaf redelijk bij 80 komt, dan gaan we dat legen. Dat is wel grappig aan de Unimog. Je kan hem gewoon overal voor gebruiken. De Mercedes Unimog. En zelfs gebruiken voor kaf rijden. Dat is geniaal, joh. Leuk. Maar ja. Nou, dus ik nog een sprietje koolzaad. Grappig. Ja, moet ook wel eens een keer gaan maaien eigenlijk. Maaien, dat is ook altijd niet gebeurd. Maar ja, we moeten dan sparen voor de Big M. Daar zijn we al bijna. Dus dat is het probleem niet. We zijn zeer met een Unimog. Fucking dit aan het doen. Dat is gewoon echt insane eigenlijk. Eigenlijk is het insane, want dit ding heeft. Nou, hij heeft wel redelijk wat pk's, maar in het echt zou je dit niet zien. Een Unimog met een opraapwagen, dat ga je gewoon niet zien. Dat is gewoon helemaal zo, dat zie je gewoon nooit. Eigenlijk. Eigenlijk niet. We gaan denk ik één bakje legen en dan gaan we wel weer de LAF-aflevering hierbij houden. Want ik moet nog renderen en uploaden en anders dan komt hij vandaag helemaal niet online. Ik had mijn upload schijnbaar redelijk te pakken, maar toch eigenlijk niet. Blijkbaar toch niet, helaas. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, er komt ook vrijdagmorgen wil ik streamen op Hitbox. Of op YouTube zelfs. Een soort longplay van een nieuw spel wat ik heb. En het is wel een geniaal spel. Dus sommige mensen weten het misschien, sommigen weten het nog niet. Maar ik vind het een geniaal spel. Moeten deze hebben. Normaal met de Joskin bleef je de hele tijd rijden. Dat hoeft gelukkig nu niet. Dat is echt zo redelijk vervelend. Ook al gaat dit ding nu heel snel vol, kan ik je vertellen. Niet helemaal vol, maar wel een deel vol. En het gaat nog redelijk snel. Zie je? Kijk hoeveel kaf er alweer in zit. Nou, je zou serieus denken dat dit niet legit is. Dit is gewoon serieus legit. Het komt gewoon omdat er hier. Ja, hoe moet ik het zeggen? Het komt hier omdat er gewoon gefertilized is. En deze opslagtank die. Ja, het is niet dat het lijkt alsof het verdubbeld wordt. Dat ook weer niet. Maar het lijkt wel alsof het niet normaal is dat we het daarop houden. Zo'n gevoel heb ik dan, hè? Dit ding ligt wel iets sneller dan de Joskin, merk ik. God zie mij, nee. Dat is echt niet normaal. Maar, dames en heren. We gaan nog even kijken bij de Lieber snel. Die is nog automatisch lekker bezig. En die geeft dan allemaal monies. Haha. Maar de Big M kunnen we al kopen, volgens mij. Mods en Maaiers. Kunnen we al kopen. Laten we dan ook maar zeker doen. Volgende aflevering gaan we er gebruik van maken. Dan kunnen wij nu de maaiers verkopen. En nog een maaier verkopen. Dat hebben we allemaal niet meer nodig.
Dit hebben we allemaal nog wel nodig, die rijtjes leggen. En dus de rijtjes leggen hebben we ook niet eens meer nodig, want wij maken geen balen. De rijtjes leggen, dat zit er al in. Dus het enige wat we doen is een follow me van deze. En that's it. That's it. De rest gebeurt allemaal automatiek. Deze gebruiken we eigenlijk ook niet meer en deze ook niet meer. Maar we houden het wel voor de suikerbieten. Ja, eigenlijk hoeft het ook niet, want daar hebben we eigenlijk onze mod voor. Maar ja, dat hoort bij het boerderij. Nee, trouwens. Nee. We verkopen het ook gewoon, het zootje. Die heb je het dan niet nodig. We hebben het mooie. Deze hebben we eigenlijk ook niet nodig. Dus die kan ook weg. We verkopen gewoon. We hebben één mooie zaaier. En dat is deze. En meer hebben we niet nodig. More we not need. Hier moet ik eigenlijk, wil ik eigenlijk nog een keer extra eentje hebben. Een groot weiland inzaaien. En dan konvooi rijden. Dat wil ik jullie een keer laten zien hoe dat werkt. Hoe ik dat doe. En daarnaast zie ik trouwens ook de fertilizer sprayer. Niet meer nodig. En wil ik eigenlijk ook een grotere opraapwagen. Maar die staat hier ook niet tussen. Hebben we ploeg? Oh ja. Dat is natuurlijk die mod. Helaas hebben we de sprayer niet nodig. Hoezo zeg ik helaas? Dat kan ik zelf bepalen. Want ik hoef het niet per se dat die fertilizer sprayt. Maar ik vind het op zich wel handig. Balen dinges. Dit gaan we ook binnenkort wel gebruik van maken. Want ik denk dat we meer balen gaan persen dan de hele tijd dat ophalen met de opraapwagen. Show ik nou eigenlijk weer mijn mods? Ja, eigenlijk wel. Ik show eigenlijk weer mijn mods. Allemaal weer. En wat ik zeg. Balen opraapwagen. We gaan meer investeren in balen. En ik wil daarnaast trouwens dit ding verkopen. Ik weet als je het voor mijn stroom hebt. Dat interesseert eigenlijk vrij weinig. Dan gaan we de echte opraapwagen groot kopen. Die hebben we echt nog wel nodig. En dan gaan wij een balenpers kopen. Dat is op zich wel leuk, balenpersen. Vind ik wel grappig. En die kunnen ook gewoon in dat ding, dus dat is het probleem niet. En dan een balenkar. En dat doen we blauw, want we zijn Nieuw-Holland op deze map. Redelijk. Bijna helemaal. Dus gaan we even het resetten. Kijk, tarwe hebben we net geleegd. Het is helemaal down nu momenteel. Het is gewoon helemaal down. Hier de Big M. Big Baler. En die. En deze. We hebben heel wat gekocht weer vandaag. Maar de Big M is wel echt een mooie machine. Ga volgende aflevering gebruiken. Dus dames en heren, bedankt voor kijken deze aflevering. Vergeet niet zoals altijd het blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet je meneer niet te abonneren. Dan zie ik je de volgende aflevering weer terug. Bij een nieuwe aflevering van Farming Simulator 2015. Tot de volgende keer. En ik zeg zoals altijd, later.